Nee, we hebben een hele goede trainingsweek achter de rug. Omdat we natuurlijk goed uit de wedstrijden zijn gekomen de laatste weken. En dat neem je altijd mee. En dat bepaalt ook voor een heel groot gedeelte de stemming sowieso in de week. Maar daarin hebben we ook deze week van zondag naar zondag heb je dus een relatief lange week. Waarin je ook nog weer bepaalde aspecten van het voetbal. En of dat dan fysiek qua prikkeltrainingen zijn of teamtactisch. Ja, die kun je dan allemaal in meenemen. En dat zijn voor trainercoaches vaak wel de mooie weken om je ei kwijt te kunnen. En dat is gelukt. Wat kunnen we zondag verwachten van Ajax? Van Ajax, ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat Ajax, die hebben natuurlijk midweek gespeeld dinsdag bij Chelsea. Ik denk dat ze een uur echt hartstikke mooi voetbal hebben laten zien. Dik verdiend op 1-4 komen. En daarna toch wel wat strubbelingen gehad hebben. Waarin ze tot het uiterste zijn moeten gaan om uiteindelijk die 4-4 vast te houden. Daar zijn ze in geslaagd, weliswaar met 9 man. Maar het was dinsdag, dus fysiek denk ik niet dat enige partij zal spelen richting de wedstrijd van zondag. En ik heb ook niet gezien dat ze geblesseerde spelers hadden of hebben. Dus in dat opzicht denk ik dat we gewoon ook een sterks Ajax tegenover ons krijgen. En wij ook, want wij zijn ook, wat ik net zeg, fit om de strijd aan te gaan. Zijn dit nou de leukste wedstrijden om te coachen, om de koploper het lastig te maken? Nou, als het achteraf lukt wel, dan is het altijd leuk. Maar dat is vaak met achteraf. Maar voor mij is het niet meer dan een wedstrijd. En we moeten ook deze wedstrijd niet belangrijker maken dan die is. Het is een wedstrijd in de cyclus in de competitie. En we weten wel dat we er met een goed gevoel heen gaan. Ook dat zegt niks. Ajax staat niet voor niets dik bovenaan in de competitie. Spelen goed, hebben heel veel kwaliteiten. En die hebben wij ook. En ik hou er wel van dat het een wedstrijd is. En dat het vooral een wedstrijd blijft. En als wij dat voor elkaar kunnen krijgen, dan zit er ook iets in het vat misschien. Kijk, als het al heel snel beslist is, dan is het niet zo leuk om op de bank te zitten. Ga je met een volledig fitte selectie naar Amsterdam? Ja, we missen 1 speler. GC is vandaag in de training eraf gegaan. Maar voor de rest is alles beschikbaar. En Dalmau, dus de 2 spitsen die we hebben, die zijn er niet. Maar de rest is allemaal fit en dus ook beschikbaar.